De meeste mensen die een geliefde verliezen, die willen diegene graag achterlaten met iets moois. Dat is vaak iets persoonlijks, waar je troost uit kan halen, waar je naartoe kan gaan, omdat dat heel prettig is om naartoe te gaan. Hier op zo'n begraafplaats staat het dan ook echt vol met de prachtigste beelden, lantaarns, kleine monumenten. Een meneer uit Den Haag die vindt die monumenten ook echt heel erg mooi en die heeft de afgelopen zomer een heleboel meegenomen. Tot groot verdriet natuurlijk van de nabestaanden. Begraafplaats Westduin in Den Haag ligt in de uitlopers van de duin in een prachtig gebied. Een begraafplaats is vrij toegankelijk en wordt veelvuldig bezocht door familie en vrienden van een overledene. Maar afgelopen zomer is er hier en op andere begraafplaatsen meerdere malen bezoek geweest van iemand die vooral veel interesse had in de graven en alles wat daarbij staat. Hij heeft allerlei spullen meegenomen, waaronder een dierbaar beeld van een 77-jarige man uit Den Haag. Mijn vrouw die hoorde 10 jaar geleden dat ze pancreaskanker had. En toen zei de dokter, je hebt nog 8 maanden te leven, maar dat is nog 8 jaar geworden. Maar toen zegt ze van, we gaan een graf kopen en we gaan een steen uitzoeken. En dat hebben we allemaal samen gedaan. En zij zei van, er moet een arend bovenop. Dat ben jij. Ja, jij ziet altijd alles. Nou, dan weet je wel wat dat met je doet als er niet weg is. He? Heel veel emoties en Kijk, ik heb nog iedere dag, mis ik haar nog. Ja, dat is gewoon, het geeft heel veel verdriet. He? En toen vroegen ze, meneer, wil je alsjeblieft aangifte gaan doen? En in eerste instantie zeggen, ja, heeft dat zin? Ja, want ik heb wel eens meer een gaantje aan de hand gehad. Ja, ik zeg, volgens mij heeft dat geen zin. Ja, maar wilt u het alsjeblieft toch doen? Dus dan heb ik een afspraak gemaakt en toen krijg ik Chantal. En ik zeg, joh, heeft dat wel zin? Toen zegt ze tegen mijn brombeer. Ja, en ze zegt, ik ga stekend mijn best doen om hem te pakken. Ja. Na de aangifte blijkt dat deze diefstal niet op zichzelf staat. Uit onderzoek komt naar voren dat er veel meer beelden zijn gestolen vanaf verschillende begraafplaatsen. De politie is in actie gekomen en heeft door een goed onderzoek een man uit Den Haag kunnen aanhouden. Ja, ik ben gaan posten eigenlijk in de hoop hem daar te vangen. En ik zag hem fietsen. Dus ja, ik ben daar achteraan gegaan. En toen ben ik hem tegengekomen. En uiteindelijk hebben de collega's hem staande gehouden. Want ik wilde hem eigenlijk uit de anonimiteit halen. En toen mochten we hem aanhouden. Dus toen is het balletje gaan rollen. Ze zijn bij hem thuis gaan kijken en er stonden heel veel gestolen beelden uitgestald in zijn woonkamer. Nou, de politie heeft alles meegenomen naar het bureau en ook de adelaar van meneer die zat erbij. Chapeau. Ja, ze heeft het echt goed gedaan. Echt, ik was er zo blij mee. Meneer is niet de enige die zijn dierbare bezit weer terug heeft. Inmiddels heeft de politie al meerdere mensen blij kunnen maken. En ze hopen dat uiteindelijk alle beelden weer bij de juiste eigenaren komen, zodat ze op de plek gezet kunnen worden waar ze horen. Zo. Jeetje. Nee, ja. Daar is hij. Daar staat hij. Ja. Prachtig. Ongelooflijk. Ja. Dat we dat ooit nog terug zouden zien, zeg, dat was echt niet voorzien. Nee. Echt niet? Nee. Zijn mijn haren gaan overeind. Ja. Dat is echt, niet te geloven dit. Dit is echt super, zeg. Waanzinnig. Ja, waanzinnig. Dat is hem toch? Ik heb toch nog wat geholpen met aangifte. Dus, Zeker, ja. Ja, nee, mooi. Dit is een abstract bronzen beeld. En dat heb ik gemaakt toen we, mijn man en ik, samen 100 werden. En dus dat was daar een hele mooie herinnering aan. En
toen werd, maar 2 jaar geleden is die overleden. Dus toen dacht ik, nou wie weet is het leuk om het op het graf te plaatsen. Dus hadden we het op een sokkeltje op de grafsteen gedaan. En nou, daar vonden we heel mooi. Dus vreselijk jammer dat het toen gestolen is. En ja, waren we echt heel erg teleurgesteld. Ja, zeker. We zullen het er graag weer op terugzetten. Ja, dat, heel mooi. Daar hoort ja. het. En iedereen vond het heel erg hoor. De kinderen, de kleinkinderen. Oh, oma, nou is het weg. Dat is heel kaal. Want die gaan dan de bloemetjes verzorgen eromheen. En dan is het kaal, hè, als dit er niet meer is. Ik heb dat beeld met liefde gemaakt. U heeft het zelf gemaakt? Ja, daarom. En dan wordt ze graf gerookt. Ja, verschrikkelijk. Dat is toch... Ja, dat is allemaal erg emotioneel. Want het is van uw broer, toch? Het is van broer, ja. Ja, het is ja. van broer Paul. Ja. Ja. Paul dacht met zijn hart. Van zijn jongen, wij zijn op zijn haast een gozer met een gouden hart. Ja, is... En hoorde er ook helemaal bij ons. Dus we missen hem ook. Dit is echt een gigantisch cadeau. Nou, dan doen we nog meer. Ja, dat echt waar. Ja. Chantal, als Paul dit geweten had, had hij geweldig gewonnen. Nou, ik ben van mening dat ze meekijken. Dus ja, dat denk ik ook. Ja, denk ook. Dat is echt super. Ja, dat is echt super. Die was van oma. Ja, ja. Dus die is 2008 overleden. Ja, bij oma. Ja. Dus dan gaat weer terug schoonmaken, nieuw ruitje erin. Zo is dat. Ja, super. Oh, die liggen ja, in de deuk met z'n allen daar. Ja. Ja, inderdaad. Natuurlijk is het fantastisch. Dat hadden we nooit verwacht. Dat de politie heeft geweldig werk gedaan. Ik vind het geweldig. Hé, hey, maar dat beeldje van John Blankenstein is al weg, of niet? Dat beeld is van u? Broer. Broer. Oud-betaald voetbalscheidsrechter. En die is overleden op 25 augustus 2006. Op een gegeven moment, via mijn zus, hebben we dat beeld gekregen. Maar vraag me niet van wie dat gemaakt heeft. Maar het feit dat natuurlijk dat beeld op een gegeven moment toch op dat graf staat... Ja, dat heeft al wel iets. Want het is een vrij apart beeld natuurlijk. En er staat ook op die grafsteen, de bal van het leven is rond. Of een soortgelijke tekst. Die tekst had hij nog zelf gemaakt, zeg maar. Dus... In combinatie met dit beeld had dat toch wel iets aparts, laat ik het zo zeggen. Dat ja, het moet wel weer terug. Het gaat terug, absoluut. Ja, het hoort daar, toch? Het hoort daar. Het hoort bij zijn beroep al. Het hoort daar. Ja, we zijn heel blij gewoon dat hij de echte oude er weer is. Kijk, je kan hem ook lekker een beetje zo. Hè? Ja. Ja, dat is echt heel blij ben ik ermee. Ja. 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 Heel gedaan, hè? Weet je wel, hè? Top, echt top, die. Ja. Ja. Nou, zo zijn ook wel veel ook, zeg. Shocking. Al deze beelden wachten nog op het bureau om teruggegeven te worden. De politie vraagt u zich te komen melden als er iets van u bij zit. Op onze site teamwest.nl staat van elk beeld een foto met een nummer. Daar kunt u alles op uw gemak bekijken. Geef het door via 0800 6070 of het digitale tipformulier op de site als u iets herkent. Heel erg belangrijk. Ik hoop gewoon echt dat dit allemaal terug kan naar de mensen waar het thuis hoort. Dat is wel... Ja, en nogmaals, aangifte doen. Heel belangrijk. Dat blijkt. Ja. Kijk, voor mij is het enigste belangrijke dat ding terug is. Dat ik hem er weer op kan laten plaatsen.